Het is de laatste warme dag van het jaar waarschijnlijk. Perfecte dag om het over de slimme airco te hebben. Yo, ik ben Bram en ik ben me toch bright vandaag zeg. Ja, op deze laatste mooie zomerse dag vertel ik je wat je hebt aan een slimme airco en wat niet. En waarom het ook handig kan zijn om een slimme airco in de winter te hebben. Sinds begin van dit jaar heb ik zelf een airco in huis, keurig verborgen daar achter het rooster. Daar staat hij te wachten tot ik hem aanzet en ik heb er al veel plezier van gehad. Maar nu gaat het plezier nog groter worden met deze slimme airco bediening. Er is een hoop veranderd de afgelopen jaren, maar wat hetzelfde is gebleven zijn deze knullige afstandsbedieningen voor airco's. Lijken zo uit de jaren 90 te komen, maar deze is net nieuw. Ja, de airco is pas geleden geïnstalleerd en dit is dus de higher controller voor de higher airco. De technologie van deze afstandsbediening is nog ouder. Begin 19e eeuw was daar al de benoeming van de straling infrarood. Maar nu tot op de dag van vandaag, ook met deze airco bediening, werkt het nog steeds via infrarood. En dat werkt als een tiet. Wat dus nieuw is, zijn die slimme airco's. Oftewel airco's die je kan aansturen via internet. En dat heeft verschillende voordelen. Je kan programma's instellen, dus wanneer gaat die aan, wanneer gaat die uit en op welke temperatuur. Je kan op afstand alvast je huis beginnen te koelen of te verwarmen. Je kunt de airco besturen via een app of via spraakassistenten. En je kunt ook aangeven dat je airco uit moet op het moment dat jij het huis verlaat. Geofencing. Tenminste, dat kan meestal. Daar kom ik zo nog op terug. Vrijwel iedere airco kan slim worden. Dan maakt het niet uit of het een vaste airco is, een mobiele airco, of dat je je airco een lucht-lucht-warmtepomp noemt. En ik maak even onderscheid tussen twee verschillende typen slimme airco's. Aan de ene kant heb je de airco die vanaf de fabrikant al slim is. Die wordt met een ingebouwde wifi-module geleverd en kun je dus op die manier met een app besturen. Ik gebruik zelf de Hon-app van Higher, maar ook Daikin heeft een slimme app en ook de mobiele airco's van Dux kun je aansturen via je telefoon. Let bij aanschaffen wel goed op of dat die wifi-module daadwerkelijk ook in die airco zit. Bij Higher bijvoorbeeld moet je er soms eentje bij kopen voor 87 euro. Ja, dit zijn dus met name de traditionele witgoedaanbieders. Aan de andere kant heb je de nieuwe spelers die we al kennen van slimme verwarming. Tado en Netatmo. Ja, sinds vorig jaar biedt Tado de slimme airco-bediening aan en sinds dit jaar Netatmo. En hoe dat werkt is wel grappig. Ja, deze apparaatjes, die slimme airco-bediening, nemen de rol over van de afstandsbediening. Je moet hem ook instellen door met je afstandsbediening op het apparaat te richten en een paar keer aan en uit te zetten. Dan leert hij de taal die de afstandsbediening spreekt met de airco en kan dan die taal kopiëren. En op die manier heb je deze dus niet meer nodig en kun je via een app met deze connecten en die stuurt dan weer de airco aan. En dit werkt met vrijwel alle merken airco's. Het enige waar je op moet letten is dat er bij de airco een afstandsbediening zit, die dus via infrarood werkt. En dat die afstandsbediening niet alleen maar de temperatuur weergeeft of alleen maar voor aan en uit is, maar ook iets meer informatie zoals de fan speed. En dan kun je het gewoon instellen voor zowel de Tado als de Netatmo. En de kosten? 110 euro voor de Tado en 120 voor Netatmo. En even voor de meer technisch onderlegde onder ons, met producten van Homey kun je ook infrarood kopiëren. En je hebt zelfs al infrarood blasters voor 26 euro, waarmee je ongeveer hetzelfde kan via Home Assistant. Ik hou het even bij de bekende consumentenproducten. Als je de drie apps naast elkaar gebruikt, Higher, Netatmo, Tado, dan zie je vooral veel overeenkomsten. In de basis kunnen ze allemaal hetzelfde. Maar je ziet ook heel goed van welke kant zo'n bedrijf deze markt is ingestapt. Het Chinese Higher maakt al sinds 1987 witgoed en heeft ongelooflijk veel verschillende apparaten, van een wijnkoeler tot een wasmachine en van een afzuigkap tot een blender. En steeds meer van die apparaten worden tegenwoordig ook slim. Tado, Duits, en Netatmo, Frans, bestaan nog niet zo lang en zijn vanaf de start begonnen met die slimme apparaten. Tado deed eigenlijk alleen maar verwarmen en daar komt nu dus ook koelen bij. Netatmo doet al langer diverse dingen zoals camera's, beveiligingssystemen en slimme sloten.
De Haya app ziet er daarom gewoon veel minder strak uit. En de installatie was echt een kriem. Ik zou al pech hebben gehad hoor, maar mijn telefoon herkende het apparaat niet. Dus ik ging vragen om hulp. Toen kwam er een Haya installateur naar mijn huis die alles perfect afstelde. Maar niet bij de app kon, daar had hij geen toegang tot. Dus ik ging weer terug naar de app, daar de klantenservice te bellen. Toen belde ik met een belcentrale in Belgrado. En die vrouw vertelde mij dat zij mij niet kon helpen. Nee, want ze deden alleen maar de technische ondersteuning van wasmachines en dat soort apparaten. En de app die was in beheer van een derde partij. Nou, uiteindelijk kwam ik toch nog achter een mailadres. Ik kreeg een keurige reactie terug, heel uitgebreid, hoe ik het hele apparaat kon herstellen. Uiteindelijk, na een paar foutmeldingen, was hij dan toch de Haier Airco in de HOM-app. Hoera! Bij de Tatmo en bij Tado was ik letterlijk 3 minuten bezig. En dan heb je dus een app waarvan het design niet mooi is en de interface verwarrend. Maar het heeft niet alleen maar nadelen. Omdat het de app van de leverancier zelf is, of nou ja, een toeleverancier van de leverancier, maar ach. Daarom krijg je wel meer mogelijkheden. Zo krijg je een melding als de filter moet worden schoongemaakt en kun je kiezen tussen verschillende programma's. Ja, zo'n programma klonk een beetje vaag, maar dat betekent eigenlijk gewoon een soort aanknop met extra's. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het luchtdroogprogramma of voor de 10 graden verwarmingsfunctie als hij een lange tijd uit moet staan, maar de temperatuur in je huis nog wel op niveau moet blijven. En dan zet hij meteen alles goed klaar, de bladen staan meteen de goede kant op, 1 knop en je kan beginnen. En daar houden de voordelen wel mee op, of je moet heel geïnteresseerd zijn in het laatste slimme wijnnieuws. Bij Netatmo en Tado is het een heel ander verhaal. De kern van de app zijn de slimme schema's die je instelt. Oftewel, je kan aangeven op welk moment van de dag je de airco aan of uit wil en op welke temperatuur. Ja, Netatmo doet dat het best. Via een aantal simpele vragen maakt het je eigen gepersonaliseerde schema. En bij Tado is het wat meer handwerk. Ander voordeel is dat de integratie van Netatmo met de Apple Woning App en de rest van het HomeKit pakket een stuk beter doorgevoerd is dan bij Tado. Grote misser van Netatmo is het ontbreken van geofencing, dat de app dus weet wanneer jij het huis verlaat, waardoor het de airco uit kan zetten. Het kan wel via de Apple HomeKit integratie, maar het zit niet in de app ingebakken. Dat is bij Tado wel zo. Als jij geen iPhone hebt, maar een Android, moet je zelf maar uitzoeken via welke app je die geofencing regelt. Dat geldt trouwens ook voor Haier, voor zowel iOS als Android. Verder heeft Tado nog als voordeel dat het samenwerkt met dynamische energiecontracten. Het kan je huis dus extra koelen of verwarmen op het moment dat de energieprijzen laag zijn. Je kan zelf instellen hoe ver je daarin wil gaan, tussen de 1 en 3 graden af van wat jij op dat moment ingesteld hebt. Ook kan je op de Tado wel de temperatuur handmatig instellen en op de Netatmo niet. Zit niks. Ik fiets er even tussendoor, want wij organiseren binnenkort een nieuw event, de Breit E-Bike Party. Want hartstikke leuk al die e-bikes en de reviews, maar de proef op de som is natuurlijk een proefrit. En wat hebben wij gedaan? We hebben al die fietsen verzameld, zodat je die in 1 keer op 1 locatie allemaal kan testen. Hé, hey, ideetje? De link vind je in de beschrijving onder de video. Best indrukwekkend allemaal als je ziet wat je kan met het kopiëren van zo'n eenvoudige ouderwetse infraroodbediening. Zoals je ziet kun je veel voordeel behalen. Het stemt denk ik wel vooral een voordeel in gemak en niet zozeer in prijs, in kosten die je bespaart. Het meest verdedige is nog steeds om thuis te komen, de airco aan te zetten en die weer uit te zetten als je de kamer weer verlaat. Ook merk ik dat het minder goed werkt om de temperatuur echt heel erg stabiel te houden. Als je bijvoorbeeld 23 graden in je huis wil, dan koelt die soms wel tot 22 of 21. En als het dan weer opwarmt, dan kan het zo weer 24 graden worden voordat het weer start met koelen. Ja, dat komt volgens mij omdat die niet automatisch naar een lage stand gaat. Je kunt hem wel op auto zetten, maar het werkt niet altijd even goed. Het blijft een beetje behelpen, waardoor je soms dus toch nog gewoon handmatig die airco aan het bedienen bent. En dat wil je natuurlijk juist niet. Ten slotte is er nog één ding wat alle apps missen. Echte slimheid als het gaat over meerdere verwarmingssystemen in 1 huis. Ja, dat klinkt misschien ingewikkeld, maar er zijn heel veel mensen die het hebben, zoals ik. Je hebt een centrale verwarming hier in de benedenverdieping en ik heb een airco hier op de benedenverdieping. En soms wil ik die airco gebruiken om bij te verwarmen. Dat scheelt namelijk geld als het gaat over de hoge gasprijs en ik heb zonnepanelen, dus die kan ik dan ook gebruiken. Maar dat gaat niet samen. Je zou zeggen een Tado slimme verwarming, een Tado slimme airco, gouden combinatie. Maar je moet ze allebei in een andere digitale kamer plaatsen. Ze praten niet met elkaar, het zijn 2 gescheiden werelden. Ik kan dus niet zeggen verwarm mijn vloerverwarming tot 17 graden en daarna laat de airco opwarmen tot 19 graden. Zou ik wel graag willen, want dan kan ik echt geld gaan besparen.
Ja, en dan wordt de airco pas echt slim als je het mij vraagt. En verdien je aanschafprijs binnen no time weer terug. En dan wens ik je een hele fijne winter. Luc, ik was een klein stukje vergeten in mijn rant. Misschien past het nog. Ik hoor Luc alweer. Oh, joh. Oh, net alles neergelegd. Waar zijn die beelden? Hey, waar zijn die beelden nou? Hey, hey. Niks gefilmd, niks gefilmd. Ik heb 3 shots, 3 wereldshots. We houden van je, Luc. Ja, love you. Love you long time.